Maar hij kan nu op de kracht. Oh, zoveel fors in die benen. En nog een beetje verder en dan links opdraaien. Nog een kilometer voor Dumoulin. En linksop, niet van de poes uit die strook. Nee, 10%, 10,7 zelfs. Maika rijdt weg. Maika rijdt weg. Met die doelbewuste blik van hem. Alsof iedereen gaat verscheuren. Rogi weer aanzet. Samuel Sanchez zien we hier. Net voor hem Aru. Maika lijkt me onderweg naar Dumoulin. Die kleine versnelling. Maar er is nog sprintgevaar vanuit de achtergrond. Vroom terug, opnieuw Vroom. Er is nog sprintgevaar vanuit de achtergrond. Ja. Er zijn er met een perfecte timing. Rodriguez. Chavez heeft het moeilijk. Rodriguez heel goed. Chavez bengelt achteraan, die heeft het moeilijk. Hij gaat zich nu neerzetten. Die moet eruit. Ja. Valverde zit ook wat ver. Die zijn we bezig aan dat laatste stuk. Voor Rodriguez kan het nog. Maar ze hebben Dumoulin nog altijd niet te pakken. Straf, enerverend. En Froome pakt op deze manier toch wel wat tijd terug, hoor. Alsjeblieft. Quintana alsjeblieft kan niet volgen. En Froome is onderweg naar Dumoulin. En Dumoulin is misschien wel onderweg naar rood. Dat zou wel eens kunnen. Dat zou wel eens kunnen. Het is nog 600 meter en die zijn verschrikkelijk zwaar. Ze hebben Dumoulin zo goed als te pakken. Ik heb een sterk vermoeden dat Rodriguez nog altijd een pijl klaar heeft. Chavez is onderweg naar rood af. Kunnen we terug naar voor. Ze hebben hem nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Froome. Rodriguez op papier de rapst. Wat vreemd dat Valverde hier niet mee is. Nee. Het is Aru die uit de achtergrond komt. En ook met Quintana. En Quintana is ook niet mee. Oppassen nog voor Maika. Froome nu bij Dumoulin. Daar gaat Rodriguez. Daar komt de aanzet van Rodriguez. En Rodriguez met Froome die hem volgt. Froome die hem volgt, zoals we dat gewoon zijn vanuit zit. Hij mag zich niet gaan neerzetten, Rodriguez, want dan is Froome daar terug, denk ik. En dat doet hij nu wel. Dat doet hij nu wel. Dan gaat Froome naar etappewinst. Ja, voilà. Gaat hij overpakken, nog 300 meter. Froome is Froome. Ja. Ja, wie zei weer, hij gaat deze Vuelta niet winnen. Hier heb je het, hè. Zijn excellentie met een vereisenis. Daar gaat de toerwinnaar. Daar gaat hij de bocht uit. Is hij volledig de pijp uit? Als hij dit doet, dan pak je hem gewoonlijk niet meer terug. Dan kan hij wel weer staan. Maar wat doet Dumoulin dat voortreffelijk? Wat doet hij dat voortreffelijk? Die gaat nog eens bijtanken. En die gaat zijn laatste adem nog eens aanspreken. En dan komt hij nog bij Froome. Komt hij nog bij Froome. Froome voet hem over. Hij gaat erover. Hij gaat erover. Hij pakt alles. En hij gaat winnen. Hij gaat winnen. Dit laat hij niet meer van zijn brood halen, dit brokje kaas. Dumoulin voor winst. Dumoulin wint hem. Hop. Froome is tweede. Wat een spektakel. Oh. Rodriguez is derde. Maar Froome is terug. Dat moet je stellen. Alsof hij ooit weg geweest is. En dan komt daar toch wel al een serieus gat. Het gaat nog altijd over seconden, maar Aru kon niet bijpikkelen. Dan komt daar Maika, dan komt daar Quintana. In de achtergrond zien we Valverde binnenkomen, maar die gaat 25 seconden aangesmeerd krijgen daaromtrent. Maar wat is dit een kanjer, hè? Hier Valverde, daar komt nu Roach binnen. Dan Pozzo Vivo, dan Mijntjes, die ook steeds beter wordt. 32 seconden. En daar komt nu Chavez. Chavez is rood af. Het is, zoals vorig jaar, uitstekend. Ik zei het al, vijfde tot de negende rit. En nu gaat hij in de negende rit overboord. Maar Dumoulin is een kanjer. Jongens. Met dat lichaam dit hier uitpersen. Wat een coureur. Meer als chapeau. En die heeft wel een tijdrit. Een minuut exact voor Chavez. Wellicht de beste.